Hallo kijk en eigenlijk, mijn naam is Ruben en vandaag laat ik jullie zien hoe jij dit maakt. Dit is namelijk mijn thumbnail van Road to All Win, deel 2 is en ook deel 1, maar dat moet ik daar aanpassen. In ieder geval, ik ga het laten zien hoe je dit precies maakt en we beginnen gewoon bij het begin. En dat is een nieuw bestand maken, die noemen we even gewoon thumbnail. Thumb, noem ik wel even goed. Thumbnail, let's go, nail dit. Zo slecht woordschap inderdaad. De breedte maak je 1920 en de hoogte 1080 natuurlijk. Dat is gewoon de standaard size, dus heb je gewoon de Full HD. En dan krijg je dus dit. Nou, waar begin ik altijd mee? De achtergrond, zoals je hier kan zien. Ik kopieer het even vanaf hier, dat is het makkelijkst. Dus ik doe even rechtermuisknop, laag dupliceren en die doe ik dan naar de thumbnail. Dus dan krijg je hier de laag. Ik heb hem al een filter gegeven, wat heb ik namelijk gedaan? Ik ging naar filter. Ik ging naar vervagen en ik ging naar veld vervagen. En dan maak ik hem zo, ja, blur-achtig. Dan valt wat minder op en dan treedt hij echt op de achtergrond. En dan heb ik bij elke video een thumbnail overlay. Dat is eigenlijk een vierkantje, eigenlijk een lijnvierkant met mijn logo erin. Dus die zal ik even plaatsen. Ga ik naar plaatsen en dan ga ik even naar elk. En dan heb ik basic. Dit zijn een beetje mijn mapjes, zo Road to All Win GTA 5. Basic, en die heb ik dus hier gemaakt, de thumbnail overlay. En die heb ik eigenlijk op de standaard sizes van 1920x1080p. Dus die zit perfect zo. Dan heb ik hier gewoon mijn logo en hier heel klein elk. Dat zien jullie vaak niet, dat daar de tijd voor zit. Maar dat vond ik gewoon leuk om erbij te doen. Nou, dan begin je vaak met de tekst. En ik kopieer het allemaal even hier, maar ik laat dadelijk zien hoe ik het heb gedaan. Dit zijn de tekstdingen die ik heb dus gemaakt. En ik zal beginnen met Road to All Win, want zoals je kan zien, ziet het er op zich qua tekst, vind ik best mooi. Dus ik kopieer deze, Ctrl, muis alle twee en dan doe je rechtermuisknop weer. Laag dupliceren en dan naar thumbnail. En dan ga je hier dus naar thumbnail. En dan komen ze op dezelfde plek te staan. Echter, ik heb hier, zoals je kunt zien, heb ik dit aan van mijn thumbnail overlay weggehaald. Want ik vind het niet mooi als het allemaal elkaar overlapt. Dus wat doe ik? Ik zet thumbnail overlay altijd helemaal bovenaan, zodat het over alles heen zit. En dan haal ik het later weg. Dan selecteer ik dit vierkantje. En dan haal ik het ongeveer zo weg. En dan klik ik delete. Moet ik het altijd eerst even als een pixel maken. Dus dan klik je op het gummetje als het ware. En dan zegt hij, nou wil je pixels van maken? Wil je een slim object van maken? Oké, delete. En dan maak ik hier nog één ongeveer zoiets, dat het elkaar niet overlapt. En dan misschien een klein beetje hier nog weg. Dat je een beetje ruimte ertussen hebt zitten. En nou is het eigenlijk al een stuk mooier al. Het ziet er al wat beter uit. Nou ga ik je laten zien hoe ik deze tekst heb gemaakt. Het is eigenlijk best simpel, maar je moet even tijd insteken. Want ik heb er heel veel effecten op. Eigenlijk is het standaard, als ik de effecten uitzie, heb je dit. Dit is de standaard. Dit is letterlijk het standaard. En als ik alle effecten erop zet, dan krijg je dit. Ik zal de effecten even laten zien die ik heb gebruikt. Ik heb schuine kant en relief gebruikt. Daar heb ik deze settings. Dus frame, pauze je beeld even. En dan zie je deze settings. Kun je ze gewoon overnemen. De lijn heb ik blauw gemaakt. Die zie je niet heel erg goed. Maar die heb ik ook best wel klein gemaakt. Maar 4 pixels. Dan heb ik een gloed binnen. Dan heb ik deze kleur gepakt, die vond ik wel leuk op zich. Die ziet er wel leuk uit als deze die je daar zo ziet. Dat is de gloed binnen en die heb ik deze settings, negendekking, inperken zoveel. En die heb ik zo laten overlopen. Natuurlijk kan je ook allemaal andere verschillende dingen laten overlopen. Dan zie je dat die anders eruit komt. Echter, dat wil ik niet. Annuleren. Oh, dan moet ik even weer terug. Dan heb ik kleurbedekking. Ik had hem zoals je eerst kon zien een andere kleur, gewoon alleen oranje ofzo. Dus ik heb een kleurbedekking erop gezet. En want als je die uitzet, dan krijg je, iets anders op staan. Maar als je die uitzet, dan krijg je gewoon de bruine kleur die je op het begin zag. Dan verloopbedekking. Als je die uitzet, dan zie je niet heel veel. Ik heb hem ook maar heel licht gezet. En het is eigenlijk een beetje de kleurverhoudingen dat die overgaat van de ene naar de andere kleur. Dus dat je een iets mooier effect ervoor krijgt. Dan gloed buiten, dat doet wel veel effect. Dat is echt gewoon de gloed. En hier kan je natuurlijk allemaal verschillende dingen doen. Dit zijn mijn settings, dus dekking 50%, ruis 0. Deze kleur groen, natuurlijk kan je eigen kleuren allemaal verzinnen in je eigen settings. Maar dit is in ieder geval mijn settings. En dan de slagschaduw, die vind ik persoonlijk altijd heel belangrijk. Want als je die uitzet, dan, dan geeft het toch minder diepgang. Dan heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan met Road 2. Alleen een andere kleur heb ik die gegeven, want je ziet dezelfde afstand gloed, etcetera, etcetera. Dan heb ik ze beide, als je erop klikt, en dan zie je hier zo'n T met zo'n boogje.
Die heb ik bij de 18 gezet. Dus plus 18. En dan gaat hij een beetje helder. Kijk, ik kan hem nog verder. Het wordt er niet mooier op in ieder geval. Ik vind hem zo 18 vind ik perfect. En die heb ik eigenlijk overgezet naar mijn 1. Dus mijn hashtag 1. En ik zal die ook even inbrengen nou. Dus laag dupliceren. Naar thumbnail. En die komt nou op de goede plek terecht. En dan zie je weer, oh, hij zit er overheen. Nou, selecteer je, dat is wel belangrijk. Je thumbnail overlay, anders ga je hier dingen weghalen. Dus je selecteert de layer thumbnail overlay. Dan ga je weer naar het vierkantje. En dan haal je deze, haal je zo weg. Tada, Ctrl D en dan heb je weer niks geselecteerd. En wat ik dan vaak doe, is de tekst. Die selecteer ik allemaal. En dan maak ik een mapje. En die zet ik er allemaal in dat mapje. Wat doet hij nou? Oké, dat is in het mapje. En dan maak ik een bepaalde kleur, dus blauw. Nou, dan heb je. En dan kan je die gewoon sluiten. Dan doe ik hem even tekst. En dan zie je gewoon gelijk, oké, daar zijn mijn tekst. Als je daar nog iets moet aanpassen, weet je dat gelijk. Anders krijg je zoveel layers onder elkaar en dan word je helemaal gek gewoon. Wat ik nou voor de rest gedaan, je ziet dat het nog iets donkerder is en zo. Ik heb dus op de achtergrond heb ik deze toegepast. En dan helderheid en contrast of niveaus. Ik weet niet precies welke ik had gepakt. Dan moet ik even kijken. Ik had ook kleurtoon en verzadiging. In ieder geval als je dubbelklikt, dan zie je dat een beetje aangepast met de kleuren. Daar heb ik in een eerdere video al beschreven hoe je dat precies doet. Dus ik zal het linkje even in de beschrijving zetten en dan kun je die gewoon checken. En dan zie je dat hier staat de Free For All logo met TDM. Dat klopt nog niet. Echter, dat gaan we maken. Maar eerst gaan we al deze spetters maken, om het zo maar even te zeggen. Wat doen we? We creëren een nieuwe laag. Want als we op een andere laag gaan doen, dan gum je eigenlijk heel de laag weg. Wil je het omdoen, zeg maar. Dus je maakt een nieuwe laag door middel van dit knopje hier rechtsonder. En dan gaan we naar ons penseeltje toe. Dan heb ik allemaal verf splatters gedownload. En dan kun je hier de kleuren selecteren. Een beetje groen. Nou, dan kan je met pipetje kan je erop gaan. En dan pak je automatisch die kleur. Dus dan doen we groen. Maak hem iets kleiner. Zo, pats, doen we daar eentje. Dan hadden we die kleur blauw. Doen we een beetje lichtblauw, een beetje ertussenin. Misschien een andere doen. Dus nou had ik deze of zo. Maar die ook even kleiner. Zo, moet je wel natuurlijk de omdraaien. Moet je hem hier even omdraaien. Boom, en dan zit die eigenlijk zo alweer goed. Dan heb ik deze uitgeknipt. Die heb ik gewoon ergens online gevonden. Ik zal even deze ding wegdoen, anders gaat het niet goed. Deze heb ik online ergens gevonden, heb ik even uitgeknipt. En die heb ik dus daar neergezet. Dus deze heb ik ook even dupliceren. Dus free for all heb ik hem genoemd. Dus deze dupliceren we even. Laag dupliceren. Thumbnail. En dan komt hij als goed is hier naar buiten staan. Dan doen we iets naar beneden. Dan heb ik nog één tekstdocument op TDM. Dat zal ik even ook dupliceren. Dus er staat als het goed is hier inderdaad. Nou, dan doe ik deze dupliceren naar de thumbnail. Let's go. En dan staat hieronder echter, het is free for all, geen TDM. Dus wat doe ik? Ik maak er gewoon even f.f.a van punt natuurlijk. En dan heb je eigenlijk hetzelfde als dit. En ik heb eigenlijk deze settings van dit bovenste heb ik gekopieerd naar dit. Echter, ik heb het rondje, dus de helling heb ik uitgezet. En ik heb een ander lettertype. Als je het lettertype wil weten, dit is Blacklist, dus als je het cool vindt. En dit lettertype is Subspace. Kan je gewoon downloaden, dat font. Heb ik ooit al een keer een video gemaakt. In ieder geval. Dan heb je dus dit. En dan heb ik nog een klein beetje smoker achter. En dat heb ik ook ergens ooit gewoon gevonden op internet. Je moet gewoon een beetje het internet afstruimen. En dan kom je wel van die leuke dingen tegen. Sla je gewoon op in een apart mapje van bijvoorbeeld design, zo heb ik het genoemd. En dan kun je die altijd weer terug gebruiken, terugpakken. En waar heb ik die smoke? Was dat deze? Nee, ik had die... Oh, hier heb ik smoke. Ik heb gewoon een mapje smoke gemaakt. Dat zijn deze en deze. En je ziet dat dat twee zijn. Dus hier één onder en hier één. En ik ga gewoon even dit mapje dupliceren. Groep dupliceren. Thumbnail. Oké. En dan zie je dat eigenlijk op de goede plek terechtkomen. Echter, ik wil ze erachter hebben. Dus wat doe ik? Ik sleep ze achter dit... En dan zijn ze op de goede plek. En ik heb ze iets minder gezet. Je kan ze natuurlijk full opacity zeggen. Maar ik heb ze op 40 gezet. Als ik het full doe, dan kun je hier zien. Dan krijg je eigenlijk heel erg overbelicht, overgesmoked. En zo maak ik eigenlijk mijn thumbnails.
Natuurlijk ben je hier het meeste tijd mee kwijt en met het uitsnijden ben je tijd kwijt. Maar op zich zou het dan wel kunnen. Het enige wat je moet aanpassen is deze. Maak er 2 van. En dan klik je op bestand, opslaan als en dan hou je het een PSD document. Want als het een serie is, moet je het natuurlijk constant kunnen aanpassen. Dus dan hou je deze als een PSD document. En dan kun je deze aanpassen, En zo hou je dan die serie. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en iets ervan hebben geleerd. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten. Mocht je die andere video niet hebben gezien hoe je die kleurtoon doet, link zit in de beschrijving. En ik check jullie bij de volgende video, jongens. Ciao.